Nogmaals een goede namiddag, beste vrienden. Naast mij de man van de match. U niet onbekend, James Lahousse. James, van harte gefeliciteerd voor deze man van de match. Hoe voelt dat aan? Terug man van de match zijn bij een eerste selectie terug in die ploeg. Ik ben verwonderd dat het meteen een kick is. Tot deugd. Ik ben zeer content dat ik terug in de ploeg sta. Het heeft lang geduurd. Maar ik heb er blijven voor gaan op training. Me blijven inzetten. Niet moeilijk gedaan. Positief gereageerd. Tijdens de matchen dat ik moest spelen met de beloften heb ik ook mijn ding gedaan. Dus ik heb er alles voor gedaan voor terug in die ploeg te geraken. En hopelijk mag het nu zo blijven. Het ziet u, professionalisme, het ziet u. Maar KV Oostende staat op een tweede plaats. 21-30, iedereen had daarvoor willen tekenen. Maar toch net die periode kampioenschap niet gehaald. Ja, zag het toch wel nu in de kleedkamer. We hebben gewonnen en de sfeer, we waren niet uitbundig. Normaal gezien had je gewonnen net, ben je content, maar toch voel dat er een kleine wrange smaak, nasmaak is. Dat we nu net die periodetitel niet nemen, de eerste periodetitel niet pakken. We staan tweede, geloof ik. Niet geloof ik, ik ben het zeker. Ja, zeker. Ik pees dat wel iedereen daarvoor ging getekend in. Ik hoop dat je ook zegt, voor tweede te staan en 21 punten. Ik zeg ja, we doen mee. Hè. Ik zeg, is het nu niet, is het misschien straks tweede periode titel. Maar ik denk wel, als ik hem blijf verder doen op die manier, dat we hoog gaan eindigen. Dat we er dit jaar toch hopelijk bij zijn. Ik wens je ten eerste voor u weer succes en ook voor de ploeg. En hopelijk kunt u nog menigmaal naast me zitten als man van de match. Dank u. Er is één, we hoeven niet te trekken. Dus er is iemand die voor u gestemd heeft. De pers ook, de beheerraad ook. Dus u bent man van de match. En u wint een fles cava en een menu in de Charles Linsberg van de sponsor om gezellig te gaan eten. Dankjewel. En de man, er was nog een schiftingsvraag. Welke speler staat in de top 3 van de huidige rangschikking van man van de heenronde? Graag de juiste volgorde. Dat is Horry, Delwarde en Santini. Wie heeft dat gewonnen? Matthias Cornetti, wonende in de Bruggelaan in Bredene. Die mag bij André namelijk ook een menu en een cava bon komen halen. Zo zijn James, nog een prettige avond. En we zien elkaar volgende week in Roeselaar, hopelijk met 3 punten. Beste vrienden, vandaag hebben we nog een optreden. Namelijk in het kader van Oostende Cultuurstad. U zult waarschijnlijk de eerste noten al horen in de Club 31. En ik wens iedereen nog een prettige avond en een goed einde weekend. Dank u wel. We'll be right back.